Er wordt weer geen flikker aan gedaan. Ze gaan lekker door met ruzie maken tussen de overheid en die oliebedrijven die er nog veel beschamender afkwamen natuurlijk. Ja, zoals Shell die ook dat is echt met... gewoon, laten we het eerlijk zeggen, tuig van de regel. En de hoofdverantwoordelijke, sorry, meneer, zet de tent even uit, want het gaat over Rutte zeggen. Zet hem uit, u heeft nog even de kans, zet hem uit. Het Verlossum, kunt u mij horen? Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar je hebt natuurlijk dat rapport over Groningen heb je gelezen. En ik ben bang dat je niet... Nou, gelezen is een groot woord, maar ja, ik heb de tal van samenvattingen in de media gezien. Ja. Het was, nou ja, dat dacht ik eigenlijk de hele week. En wij hebben in principe een democratisch systeem. En de bedoeling daarvan is dat je mensen kiest die ons regeren in de tussentijd, van de ene verkiezing naar de andere. En dat die zorgen voor het heil der burgers, dat die... zoveel mogelijk proberen om de burgers diensten te bewijzen. En nu is in deze loop van deze week gebleken dat onze overheid zeer wel bewust, ook niet toevallig of omdat ze slordig zijn, nee, zeer wel bewust, systematisch, de belangen van zijn eigen burgers heeft genegeerd. Ja. Want er is nog een tweede rapport verschenen deze week, wat iets minder aandacht heeft gekregen, jammer vond ik, namelijk over de formatie. Die is door een of andere commissie bestudeerd. En nou ja, die formatie was een drama. Dat is nodeloos lang gerekt. Dat was slordig. Er waren geen duidelijke deadlines. Vertrouwenwekkend materiaal. Of de vertrouwensvraag werd genegeerd. Het had totaal anders georganiseerd moeten zijn. Waarbij je toch ook weer getroffen wordt door het vage vermoeden. Is dit allemaal expres gedaan? Hè? Want dat hebben we al eens eerder verondersteld. Die formatie hebben ze zo lang mogelijk laten duren, zodat we een beetje vergeten waren dat we in de Kamer twee hele onaangename moties tegen de nieuwe en oude minister-president hadden aangenomen. Ook nu weer zul je zien, ik weet het absoluut zeker, hij blijft gewoon zitten. Wat er ook gebeurt, hij blijft gewoon zitten. Als die morgen met een spade zeedijk erbij te lijf gaat en er een heel groot gat in graaft, en heel Nederland loopt onder water, dan weet ik nog zeker dat hij geïnterviewd door de pers zal zeggen, ja, ik kan op dit moment kan ik er nog niets verstandigs over zeggen. We moeten wachten tot de parlementaire behandeling van deze vraagstukken, dat begrijpt u zeker wel. Ik betreur het zeer, maar ja, jammer, er lag een schep en er is een dijk. En, nou, Frits Wester vroeg het hem gisteren wel. Hè? Die zei van, er staat heel duidelijk ook iets over uw rol hierin. En toen zei hij, ik ga daar nu niet op reageren. Vind ik niet respectvol voor de Groningers. Ja, dat was ook in het gesprek met de minister-president. Hij ging niet reageren, dus je begrijpt. Het is nu, hè, de pan komt nu kokend heet van het fornuis af. Maar ja, over een twee weken of drie weken is er weer wat anders. En dan raken we toch wat afgeleid. En dan zijn we het vergeten weer. Gaat langzaam op een rangierspoor, wordt de zaak neergezet en dan... kunnen ze het in de Kamer nog een hele tijd uitstellen, want de Kamer kwam er ook belazerd van af. Die heeft er echt geen zak aan gedaan. Het is dus een falen van het totale systeem. En nogmaals, niet toevallig, niet omdat ze zo druk bezig waren met alle andere dingen. Nee, het is gewoon expres genegeerd. Ze wisten wat er speelde. Ze zijn aanhoudend gewaarschuwd. Het is een gruwel. Ja. En nogmaals, je zult weer zien, niemand van de verantwoordelijken wordt daarvoor gestraft. Nou, zij ook, er wordt ook expliciet gezegd dat de minister-president op geen enkel moment enige nuttige interventie in dit proces heeft gepleegd. Nee. Wel steeds gezegd, sorry, ja, het gaat helemaal anders, nu gaat het anders. Er is nooit iets gebeurd, never. Nee. Sterker nog, er gaat ook nu niks gebeuren. Heb geen illusies daar in Groningen. Ik geloof ook niet dat ze veel illusies hadden. Er wordt weer geen flikker aan gedaan. Ze gaan lekker door met ruzie maken tussen de overheid en die oliebedrijven die er nog veel beschamender afkwamen natuurlijk. Ja, zoals Shell die ook dat is echt met... gewoon, laten we het eerlijk zeggen, tuig van de regel. Ja. Je zult er maar al, het zijn allemaal keurige mensen die ongetwijfeld in ruime villa's wonen en allemaal nieuwe winterjassen aan hebben. De mensen van Shell bedoel je? Ja. En van de Exxon en van de NAM. De drie betrokken bedrijven. Nee, het is het. En dan ook nog dat rapport met die formatie. Ook wat een onbeschrijfelijk, waarschijnlijk wel bewust prutswerk. Echt
treurig is het. Het is in allerlei opzichten voor Nederland als democratie, als serieus te nemen democratie, een door en door tragische en verwoestende week. En de hoofdverantwoordelijke, sorry, meneer, zet de tent even uit, want het gaat over Rutte zeggen. Zet hem uit, u heeft nog even de kans, zet hem uit. Goed zo, u kunt weer op Rutte stemmen. En de hoofdverantwoordelijke, nogmaals, het rapport is daar niet geheimzinnig over. Hij heeft er nooit iets aan gedaan. Terwijl hij heel goed wist wat er gaande was. Niets. Hij heeft er geen zorgen over gemaakt. De Groningers zeggen ook, tenminste degenen die dan geïnterviewd worden, we hebben er niets aan als het kabinet nu valt, want dan gaat de afhandeling nog langer duren. Maar ze zouden wel graag zien dat Rutte vertrekt. Alleen de vraag is, kan dat? Kan Rutte weg en kan het kabinet blijven zitten? Ja, natuurlijk kan Rutte weg. Als hij een beetje een fatsoenlijke politicus was hij voor jaar vertrokken. Maar hij kan dan blijft het kabinet dus zitten. Hij kan nu ook vertrekken. De vraag is natuurlijk, ik ben er zeker van dat hij niet vertrekt. Dat kan ik je zo vertellen. Gaat hij niet doen. Ja, ik heb al eerder gezegd, ik ben doodsbenauwd dat ik dood ben voordat hij vertrekt. Maar kan die weggestuurd worden door de coalitiepartijen? Dat hij dat toch, ja, dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Nee, dat gaan ze natuurlijk niet doen, want dan valt het kabinet. De VVD zal dan natuurlijk het kabinet laten vallen. Ja. Dan voel je wel aan je water, dus er gaat weer niks gebeuren. Hij komt er weer mee weg. Daarom zeg ik, als hij morgen de zeedijk op een doorschept op zijn pieren eentje. Of misschien samen met, noem eens wat op, zo'n goede kennis of de JOVD, noem maar wat op. Dat gebeurt er ook niks. Nee. Nou, je hoopt dat de kiezer... Er gebeurt gewoon niks. De kiezer kan wel tijdens de provinciale verkiezingen straks een signaal geven. Ja, wat doet de kiezer dan op de BBB, mevrouw, kiezen? Want dat is het derde drama van deze klote week voor de Nederlandse democratie. Dat showtje wat CDA en VVD opvoeren van, ja jongens, wacht even met die... Met die stikstof, dat gaat niet zo'n vaart lopen. Dat valt wel mee, we gaan hem hadden. Die lui in de Kamer, niet waar, dat arme D66... wat voor het kabinetsstandpunt moest opkomen. Terwijl VVD en CDA net deden alsof ze er niks mee te maken hadden. Flikker op. Ze zijn 100% verantwoordelijk. En al die lokale CDA's en VVD'ers in de provincie zeggen, nee, dat gaat niet zo vaart lopen. Dat valt allemaal enorm mee. Er moet nog eens een nieuw rekenmodelletje opgezet worden. Dat is toch bedroevend. Dat je dit soort van hypocriete, schijnheilige vertoningen organiseert. Ja. Ja, de bekeuringsauto rijdt door de straat. Dat hebben we lang niet meer gezien. Jawel, joh, dat ding rijdt 3 keer per dag door de straat. Ja. Oké. Is dat ze daar tijd en geld voor hebben. Nou ja, laat ik me daar niet over opvinden. Nee, het was een droevige week voor de Nederlandse democratie. Heel veel beroerder dan deze week kan het niet worden, lijkt mij. Als je jezelf serieus wil nemen als democratisch bestuurd land. Er moet op een gegeven moment toch wel iets gedaan kunnen worden aan Rutte en de verantwoordelijkheden die hij heeft. Ja, dat zou je wel zeggen. Maar hoe lang zijn we nu bezig met Rutte? 13 jaar. Hé? Ja. 12 jaar, wat is het? Nee, er kan dus niks gedaan worden. Dat is de drama. Nou, de kiezer kan wel een duidelijk signaal afgeven. Ja, toch? Ja, die kiezer. Dat zullen we zien. Die staat door het VVD. Staat van alle partijen staat de VVD er in de peilingen heel behoorlijk voor. Ja. En de VVD heeft nooit iets gedaan. Ik vond ook dat Kamerdebatje over die stikstof wel een beschamende vertoning, zeg. Wat een kwalijke leugenaars, wat een hypocriet klotenvolkje. Wat zeiden ze dan? Nou ja, dat het allemaal niet zo'n vaart zou lopen en D66 had het gedaan. Wat natuurlijk een beetje een rare vertoning was. Nogmaals, er is God beter het een regeringsstandpunt. Ja. Want de minister die over deze zaak gaat, hoe heet ze ook alweer, niet waar? Ja, die mevrouw toen die tractoren... Ja, die zei dat het gewoon dwangmaatregelen genomen zullen worden. Ja. Maar dat deed dan VVD en CDA ook weer, alsof ze... zelf op een hele andere planeet woonden. Nee, ja. Ze wonen niet op een andere planeet. Ze wonen gewoon in Nederland. Ja. En dit is gewoon hypocriete kletspraat in verband met de nakende verkiezingen. Ja. Nee, het was een verschrikkelijke week. Een beschamende week. Dat ook zo'n Rutte zich niet diep schaamt voor zoiets. Het is nou de zoveelste keer, niet waar, dat hij direct verantwoordelijk is, dat hij prima wist wat er aan de hand was. En dat we er weer niets over kunnen zeggen, want ja, constitutioneel ligt dat niet goed. We kunnen nu nog niets zeggen. Laten we eerst eens even afwachten misschien. Aanladen formatie, eerst even op de lange baan schuiven. En dan zijn we, nou ja, kortom, ik heb er nu voldoende opgewonden.
Ja, en het heeft helemaal geen zin. Nee, ook dat opwinden van mij heeft geen zin. En jij wint je op, maar heel veel mensen met jou. Maar hij blijft zitten. Hij doet er niets aan. Ja, hij trekt het zich dus niet kortom, aan. Kortom, onze democratie scoort al enige tijd onvoldoende op onvoldoende. Een democratie is er om mensen te kiezen die de belangen van de burgers behartigen. Dat kun je van deze regering en zeker van Rutte in de carrière van de afgelopen jaren niet zeggen. Hier wordt onomstotelijk aangetoond en op schrift gezet dat hij de burgers wel bewust de belangen van de burgers niet behartigd heeft. Dat is wat er aan de hand is. En dan zou je af moeten treden, maar dat fatsoen heeft hij dus niet. En heel veel geld hebben ze ermee verdiend, hè, de afgelopen jaren. Ja, ook dat. Nou, dat lag voor de hand dat dat zo was, maar het had niet op deze wijze. Dat was ruim voldoende geld in ieder geval om die zaken ook fatsoenlijk af te handelen. Mm. Wat niet gebeurd is. Ja, die Groningers zijn er mij even komen terecht. We hebben er geen enkel vertrouwen in. Mm. Zou ik ook niet hebben. Mm. Ik heb geen enkel vertrouwen in Rutte op het punt van de behartiging. Belangenbehartiging van de burgers. Hmm. Nou, iemand schreef een column volgens mij in de Telegraaf van als dit nou in Amsterdam of Den Haag was gebeurd, dan was het wel aangepakt. Nou, dat weet ik niet. Daar kan hij voor geen meter bewijzen natuurlijk. Maar dat hoor je natuurlijk wel vaak. Hè? Oh, het is de rand van het land, weet je, daar zit niet het machtscentrum, de media zitten daar onvoldoende. Nee, maar goed, alle burgers in Nederland, het kabinet zit om de belangen van alle burgers in Nederland te behartigen. Niet alleen die van in Den Haag of die op de VVD stemmen. Trouwens, ik neem aan dat er zelfs de huizen van VVD-stemmen in Groningen ingestort zijn. Hmm. Nou ja, als je de verhalen hoort van de mensen, is het diep triest, hè? Maar goed, ik stond ook zo'n groot stuk in de NRC dat ook die afhandeling van die schade een soort volstrekte chaos is waar geen touw aan vast te knopen valt. Ja, ik hoorde iemand zeggen, het loopt via de gemeentes, daar loopt het ook helemaal vast. Dus zij pleiten ervoor, richt nou een onafhankelijk fonds op of ja, een natuurlijk. Organisatie die dat professioneel doet. Maar het probleem doet. Is, we hebben al eerder over dit soort van zaken gesproken, dat we steeds in een situatie raken waarbij je niks anders kunt bedenken dan zet er een taskforce op. Laat in godsnaam de reguliere organisaties en instituties met rust, want die kunnen niks. Die doen niks, die kunnen niks, die veroorzaken chaos, die maken eindeloos ruzie. Het bleek toch voornamelijk te hangen, al die afwikkeling, op eindeloos bureaucratische ruzie tussen die oliemaatschappij en de overheid. Ja. Dan zou je toch zeggen, nou ja. Ja. En al die gezinnen die niet alleen schade hebben aan hun huis, maar ook stress hebben ervaren, slapeloze nachten. Ja, nachten. Dat komt er dan allemaal natuurlijk nog bij. Nou, dat valt ook niet meer te repareren natuurlijk. Mm. Dat begrijp je ook wel. Mm. Maar het is, en nogmaals, het is de zoveelste zaak. Het is niet een unicum. En niet de het laatste. Het is de zoveelste grote zaak waarbij alles fout loopt. En waarbij de direct betrokkenen niet waar heel goed wisten wat er gebeurde. Hmm. Als het bij de toeslagenaffaire kun je denken aan die topambtenaren die prima wisten. Ze waren gewaarschuwd. Ook hier weer waarschuwing op waarschuwing op waarschuwing. En het heeft niets geholpen. Niets. Dan zou ik zeggen, ik ben er geen voorstander van dat een regering valt. Maar God beter het misschien moet dat maar eens een keer gebeuren. Ik weet ook niet wat dan daarna de oplossing is, maar er is iets gewoon in onze democratie fundamenteel mis. Want ook de Kamer heeft onophoudelijk gefaald. Al kunnen we in de toeslagenaffaire zeggen dat sommige Kamerleden daarin een heldhaftige rol hebben gespeeld. En denk je aan Omtzigt en Leijten? Ja. 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 Maar goed, dat weten we allemaal, uitzonderingen. En dit is niet het laatste parlementaire enquête? Nee, want er moet nog van alles komen. De coronacrisis? Ja. Er wordt nog onderzocht. Wat hebben we nog meer? Er was nog iets. Maar je zult alle resultaten zullen opnieuw bevestigen wat hier weer bevestigd is. Ja. Namelijk dat onze instituties niet naar behoren functioneren. Dat er van alles misgaat en dat de direct betrokken politici, die heel goed weten dat van alles misgaat, daar geen flikker aan doen. Nee. En vervolgens niet ter verantwoording worden geroepen. Nee. En met allerlei slappe uitvluchten en onderuit komen. Niet proberen te komen, want ze zijn heel succesvol. Rutte zit er al, ruim 12 jaar.
Maar dan is het kabinet gevallen over de toeslagenaffaire. Dit is toch helemaal niet minder erg wat hier nog gebeurt? Dus nee, je kunt heel goed zeggen dat dit een stuk erger is. Ja, dus dan zou je zeggen, is de conclusie... Vooral omdat het natuurlijk omvangrijker is en veel langer geduurd heeft. Er is veel meer gewaarschuwd. En er is nu onomstotelijk aangetoond dat ze het heel goed wisten en gewoon niks gedaan hebben. Onze minister-president heeft niets gedaan. Nee. Daar was het rapport toch zonneklaar over. Precies. Alleen toen zaten ze natuurlijk bij de toeslagen aan het einde van een regeerperiode. Dus toen was het makkelijk om te zeggen, oké, we laten onszelf vallen of we stappen op. En nu begint hij natuurlijk relatief net pas. En dan ben ik benieuwd ook, hè, want nou, je hebt gezien in de toeslagenaffaire hoe gemakkelijk die topambtenaren gewoon gelogen hebben dat het gedrukt stond. Hè? Mogen ze allemaal tot het einde der tijden vervolgd worden door het OM. Wat ook of het idioot tragisch loopt. Ja. Ja, ik denk toch als ik het zo hoor, Maarten, dat de enige optie is dat de kiezer eindelijk eens wakker wordt en denkt, die VVD moet weg. Want dat is de enige manier om Rutte weg te krijgen. Ja, al moet je dan ook weer niet al te veel illusies hebben. Het is natuurlijk, Rutte is de direct verantwoordelijke en dat is nu eenmaal... Ik weet niet of u de boel alweer ingeschakeld heeft, maar we zijn nog steeds over Rutte bezig. Zet hem maar weer uit. Ga maar een kop koffie drinken. Hoe heet het? Denk niet dat met het verdwijnen van de Rutte het probleem is opgelost. Nee, dat zit veel lijkt dieper. Me, dat zit veel dieper, ja. Het zit veel dieper, maar hij is een verschijnsel wat direct samenhangt met dit dieperstekende probleem. En hij heeft niets laten zien om het op te lossen. Niets. Nee. Het is een beetje vervelend om steeds op hem in te hakken. Het is een handige rommelaar, dat zullen we direct toegeven. Maar echt, het is voorbij. Het is voorbij met Rutte, maar je zult zien. Voor ons, voor veel burgers in Nederland. Maar Rutte niet, opgewekt lachend, vertrekt hij naar Brussel in zijn gepantserde auto. En hangt daar niet waar de gebraden gans uit. Ja, jij denkt nog steeds dat hij naar Brussel gaat hierna, hè? Hij zegt zelf dat hij leraar wordt. Nee, ik bedoel dat hij daar gaat vergaderen. Oh, dat hij gaat vergaderen daar, nou ja. Ja. Ik dacht dat als hij klaar is, dat hij dan in Brussel een functie aangeboden krijgt. Dat zal misschien vast, maar... Oké. Wat vond je er trouwens van dat ze het in Groningen presenteerden? Want Vera Bergkamp, hoorde ik nog zeggen, dat is ook uniek dat met een... Ik zag een foto van die boerderij waar dat gebeurde. Het leek me een beperkte ruimte, eerlijk gezegd. Misschien hadden er meer mensen naartoe gewild, maar die konden er neem ik aan niet in. Nee, er waren ook mensen die volgden op afstand in een boerderijtje. Oh, op afstand in een boerderij. Ja, via zo'n schermpje. Dus ja, ik vond het wel, het was wel schilderachtig, maar of dat nou nuttig is, dat is vers 2. Nou, de reden was, het is in de regio waar het gebeurd is. Oh, het is in de regio. Ze hadden ze daar geen grotere zalen of... Ja, vast wel. Maar goed, los daarvan, wel goed toch dat ze het dan daar doen waar de mensen ook aangaan, toch? Jawel, maar dit is allemaal in de orde van symboolpolitiek natuurlijk. Ik val me nog mee dat Rutte is niet komen fietsen van Den Haag. Hij was er niet bij. Hij heeft een vakminister of vakstaatssecretaris heeft die veldbrief, toch? Ja, nou misschien kan hij nog eens een keer komen fietsen of zo. Maar daarvan zeggen ze ook dat is bewust, want daarmee schuift hij dus op de vakinhoudelijke mensen af en dan raakt het hem in. Bij hem altijd hetzelfde patroon. Hij durfde nu niet te zeggen van dat hij er eigenlijk niet direct bij betrokken was, maar omdat hij evident er wel direct bij betrokken was. Maar dat is natuurlijk ook zo'n bekende Rutte-term. Hè? Ja, ik was daar toen niet zo direct. Nou ja, enzovoort. Ja. Waarbij je denkt... Nou, je hoort toch wat analisten die zeggen bij die verkiezingen nu wordt het toch afgerekend met de VVD. De VVD gaat dit merken. Ja, maar en waarmee? De VVD heeft bij de vorige Provinciale Staten, wat heeft de VVD? Toen hebben we de FVD gehad. Niet van de regen in de drup, maar van de regen in een soort proto-fascistoïde orkaan. Hè? Ja. Dus ik bedoel, de kiezers weten natuurlijk ook niet precies wat voor verstanders ze moeten doen in zulke situaties. Nu zul je zien dat er weer een nieuwe, want daar hebben we het ook al over gehad. Wat een armoedeverschijnsel zijn die rare electorale erupties in Nederland. Ik begrijp dat wel, dat zijn mensen ontevreden en die weten ook niet precies welke kant het op moet. En die stemmen dan op de zoveelste messias die door de media wordt opgeserveerd. Op een trekker deze keer. Ja, en dit nu op die trek. Vond wel dat John Deere, en daar stond weer zo'n hele rij van die trekkers. Waarom kopen ze alleen maar John Deere trekkers? Dat begrijp ik niet. Die zullen heel goed zijn, ja, denk ik. Ja, kennelijk. Man. Het was een reclame van hier tot Gunther. Of hij is de enige die het maakt. Nee hoor, je hebt toch ook andere bedrijven die grote trekkers bouwen. Bij John Deere is kennelijk. Ja, ik weet niet.
Misschien krijgen ze in Nederland speciale kortingen. Omdat ze natuurlijk altijd in het nieuws zijn met die trekkers. Je ziet dat de trekker natuurlijk een demonstratie-instrument die eerste klas geworden is. Ja. Ik heb al eerder gezegd, ik werk er nog aan. Ik ga een trekkerbedrijf beginnen. Trekkervuurbedrijf. Gaan we niet mee ploegen, dan gaan we alleen mee demonstreren. De buurman pakt zijn spullen voor de wintersport in. En nou ja, hij heeft ruime mogelijkheden, maar hij maakt de indruk dat hij voor een half jaar vertrekt. En zijn vrouw komt ook alleen maar steeds weer met nieuwe tasjes. Wintersport. Ja, dat heeft iets, ja. Ik heb wel meeleid met hem dat hij het in moet pakken. Ik ben wel ook zo blij. Mijn zoon is ook vertrokken naar de wintersport natuurlijk, met mijn auto. Maar ik was ook zo blij dat ik niet in de wintersport hoefde. En had hij ook zo'n volle achterbak? Want deze meneer heeft... Ja, joh. Hij heeft ons een foto toegestuurd van... Lekker volgepakt. Ja. Oh, hij gaat nu de klep dicht doen en die gaat nog dicht. Of niet? Oh, nee. Nou, het valt niet mee. Nee. Kijk, je ziet ook dat hij heeft iets leidzaams over zich gekregen. Ik moet natuurlijk helemaal niks zeggen over mijn brave buren. Want die zijn knip dit er maar uit. Gaat het hondje ook mee? Of niet? Ik denk het wel, ja. Ze hebben ook een hondje, zag ik, ja. Maar ze gaan de skis of de snowboards, wat ze doen, hebben ze er nog niet bij. Dus dat zullen ze daar dan wel huren. Ja, ik geloof dat tegenwoordig allemaal ter plekke gehuurd wordt. Ik nam het altijd mee. Dat gooide ik dan in de achterbak. Maar het gekke is dat ik zo dankbaar ben dat ik niet met de wintersport hoef. Nee. Ik nam ook altijd eten mee vanuit Nederland. Ja? Ja, dat kun je daar natuurlijk ook halen, maar dan heb je allemaal spullen. Dus typisch Nederlands, hè? Ja, dat heb ik wel begrepen, dat mensen drie weken naar Spanje gaan en dan een halve ton aan ertessoep bij zich hebben. Ja. Dat is wel vrij wonderlijk. Ja. Okay, je weet dat Nederlanders geweldige reizigers zijn. Ja. Ik geloof dat we meer dan normaal met vakantie gaan en ver weg gaan. En nou ja, het is een ondernemend volkje, hè? Ja. En zou jij er wel voor openstaan om een keer met Rutte in debat te gaan? Bijvoorbeeld in zo'n podcast of ergens anders? Ja, als hij dat wil. Maar ik neem aan dat hij eerst dan aan zijn assistent vraagt om een paar van die podcasts te beluisteren. Dat hij dan zal zeggen, liever niet. Ik zie er het nut niet van in. Want Jair, die verslaggever van Jinek, die vroeg aan Rutte of hij met de BBB-mevrouw in debat wilde gaan. Maar dat had toch echt geen tijd voor de agenda. Was helemaal vol met allemaal activiteiten. Ja, als hij met de BBB-mevrouw, die nota bene een Kamerlid is. Ik heb verder geen enkele politieke positie van enige betekenis per Kamerlid. Ik ga niet op voor het Kamerlidmaatschap. Maar wel de stem van het volk. Ik heb geen politieke toekomst. Ik ben ook zeker niet de stem van het volk. Nee? Nee, natuurlijk. Maar ik denk toch dat veel mensen, dat krijgen we toch ook wel eens door. Ja, we zijn het wel eens met die Van Rossum, wat hij allemaal zegt. Nou ja, je hebt ook mensen die vinden mij een hele levensgevaarlijke linkse activist. Ja, communist. Communist, ja. Ja. Stalinist, communist. Oh, Jezus, gaat lekker piepen. Ja. Dat is ook zo wat met die moderne auto's. Mijn auto maakt ook allerlei geluiden waarvan mij niet de reden niet duidelijk is. Dat is zoiets raars. Ik heb de hond nog wel eens in de auto zitten. En dan ga ik naar de supermarkt. Dan kom ik terug en gaan de alarmen af. Omdat hij zat te bewegen in die auto. Ja, dat is wel, vind ik wel zielig voor die hond. Schrikt hij daar niet van dan? Ja, nou ja, dan moet ik hem heel snel weer uitzetten. Je hebt auto's met een hondenstand, wist je dat? Nee. Ja, Tesla's hebben een hondenstand. Wat houdt dat in dan? En dat als je de hond achterlaat in de auto, dat de auto ervoor zorgt dat het juiste milieu voor de hond wordt bewaard. Okay. Het wordt niet te warm, het wordt niet te koud. Nou ja, echt dat die hond denkt van, het is lekker zitten hier. Ah, okay. Dus als het 40 graden buiten is, dan zet hij de airco hard aan. Dus ik keek op dat scherm van dat ding van mijn zoon. En dan zag ik een afdruk van een hondenpootje. Dus ik zei, wat zullen we nou beleven? Ja, dat is de hondenstand. Het is op zichzelf wel creatief natuurlijk. Ja, nou, daar heb je voor de rest niks aan, maar ja. Je andere huisdieren hebt. Ja, katten zet je niet zo snel in de auto. Nee, maar overigens reageren katten heel wisselend op autotransport. Wij namen de katten nog wel eens mee naar Texel. Oh ja. En sommige katten die gingen gewoon liggen pitten. En die maakten geen probleem. Je had ook katten die belangstellend door de voorruit gingen zitten koekeloeren. Maar je had katten die in permanente paniek waren. Dat is echt tragisch. Ja. Die moesten voortdurend geaaid worden en zo. Maar dan nog zaten ze te jammeren, zeggen alsof het een marteling was. Ja. Hij probeert er nog iets in. Het is wel een elektrische auto waarmee ze gaan. Ja, zeker. Het is zeker niet zo'n beetje ook. Het is een achterneef van de Leopard 2 tank. Ja, daar lijkt hij op, ja. Die nu in Oekraïne zijn aangekomen. Ja, de eerste Poolse tanks zijn aangekomen, ja. Ja, ja.
Hey, maar nog één vraag, Maarten. Want je hebt natuurlijk hier wel de kans om mensen die straks gaan stemmen, dat heb je al een paar keer gedaan, om nog eens even ze op het hart te drukken. Stem strategisch. Denk goed na over je stem. Ja, je kijk geeft. Vooral ook even wat in uw provincie aan de orde is. Het kan best zijn dat daar hot topic, een heet hangijzer, dat is het eigenlijk natuurlijk. Hè, nee. Ja. Waarbij je denkt, nou, ik heb daar wel ideeën over. Moet die weg doorgetrokken worden? Moet er een nieuw kanaal worden gegraven? Moet de hele provincie worden opgedoekt? Ik noem maar wat op. Kijk daar even naar dat u daar misschien een uitgesproken standpunt over heeft. Is de kans om ook op dit punt provinciaals te stemmen. Ja. Ik heb maandag een eerste debat op een hogeschool in Roermond. En die gaan lectoren aan het woord laten over verschillende thema's die daar spelen in de regio. En dan gaan daarna de lijsttrekkers gaan in debat. De BBB hadden ze ook uitgenodigd, maar kregen ze geen contact mee. Nee joh. Die kwam niet. Je begrijpt toch wel waarom. En wat hebben die te winnen op een hogeschool in Tilburg? 0,0. Die winnen, die weten precies wat hun electoraat is. Evenmin zullen ze naar een grote vergadering in het centrum van Amsterdam komen, want daar wordt ook geen BBB gestemd. Nou ja, misschien een enkele zonderling. Nou, dit is in Roermond, dan zou je toch zeggen dat redelijk... Ja, of ze weten al zeker dat maar niet de bevolking van een HBO in Roermond. Dat zijn geen BBB-stemmers. Nee, maar dat zijn allemaal betrekkelijk jonge mensen, dus die zullen iets linkser stemmen, schat ik. Nou, het is niet alleen voor studenten, het is dus ook vooral voor de mensen met wie die hogeschool samenwerkt, om te laten zien wat een hogeschool daar kan. Daar zou ik zeggen, de onderwijswereld wijst natuurlijk niet richting de populistische plattelandstem. En daar gaat het in het geval van de BBB over. Al moeten we natuurlijk, kijk, ik zou nooit BBB stemmen. Ik denk niet dat die partij iets nuttigs doet in Nederland. Dat neemt niet weg dat de overheid zelf het zo ongelooflijk ver heeft laten komen. Ook door dat hele stikstofbeleid. Het is allemaal even verward, onzeker. Er worden allerlei maatregelen genomen. En vervolgens worden degenen die dat betreft in onzekerheid gelaten. Ja, dan vraag je ook om dit soort van electorale opstandsbewegingen, want dat zijn het. Zullen die de problemen oplossen? Nee, natuurlijk. En PvdA en GroenLinks, hoe vind je dat die tot nu toe doen? De linkse wolk? Ik moet eerlijk bekennen dat ik boven een enorm omvangrijk programma heb liggen. Maar dat moet ik nog even lezen, omdat ik alle andere dingen te doen had. Okay. Maar dat ga ik wel even lezen. Okay. Die verkiezingen zijn de 15e, hè? Ja. Ja, we hebben nog een zitting in de Audi, zogenaamde Audi-zitting, ja. Hebben wij nog voor de 15e. Precies, en dan kunnen we misschien ook nog een paar stellingen van de kieswijzer erbij pakken. Want dat zullen mensen over een week ook moest ik de kieswijzer invullen? Ja, dat vroeg iemand de vorige keer. Dat ik dan een paar stellingen erbij pak en dat ik zeg van, hey Maarten, hoe denk jij hierover? Ik heb hem meerdere malen ingevuld, ik was nooit tevreden over de uitkomst. Ik kreeg altijd een stemadvies, want ik dacht, ja, wacht nou even, dat ga ik helemaal niet doen. Wat kwam eruit? Ja, dat klinkt dat ik SP moest stemmen. Dat ga ik helemaal niet doen. Ja. Zullen al die mensen zeggen, kijk, zie je, het is wel een linkse communist. Ja, zeker. Ja. Maar goed, ik heb het niet gedaan. Beste mensen, ik heb het niet gedaan. Oké. Hey, 1 jaar Oekraïne, dat is nu echt, hè? Die oorlog is nu... We moeten er waarschijnlijk ook dinsdag toch nog iets over zeggen. Om te kijken, hoe kijken wij erop terug? Ja. Op dat jaar. En natuurlijk ook, eigenlijk zijn de meeste visies op de toekomst somber gestemd, was mijn indruk. Voor Oekraïne, of voor die oorlog? De Economist had gisteren een stuk van Dick Houtzaag met planken. Wat dat ging kosten, hoe lang dat ging duren, dat we ons zwaar moesten bewapenen, dat geen vrede uit zou rollen, toch eerder iets à la Noord- en Zuid-Korea. Dat we moesten zorgen dat we veiligheidsgaranties hebben, maar hoe dan? Nou ja, het was echt een zeer, zeer pessimistisch stuk. En bovendien, wat natuurlijk nu steeds duidelijker wordt, is hoe was het ook alweer, de Oekraïners verschoten in een maand. De hoeveelheid ammunitie die de Amerika in een jaar produceert. Dus ook die hele productie van oorlogstuig, in de ruimste zin van het woord, die zal enorm opgekrikt moeten worden. En Zelensky en Poetin hebben al gezegd, wij stoppen niet met vechten, we gaan door. Nee, die hebben allebei in feite zichzelf ingegraven, letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Nou ja, men zegt ook dat had ik opgediept uit die Economist, maar ik kan dat mensen van harte aanbevelen of Foreign Affairs. Daar wordt heel wisselende, maar naar mijn idee ook wel goede denkstukken ingeschreven.
stond nu weer een groot stuk in dat je me niet zo sentimenteel idealistisch moest aanhoeren, maar dat, het, dat je toch rekening moest houden met ja, politiek. Zou die weg met de achterklep open? Nee, zijn vrouw is nog even binnen flesjes vullen, volgens mij. Oké. Ja, sorry dat dit zo op mijn lachspieren werkt. Dit soort van dingen. Zij verdienen het niet. Maar dit doet ik iedereen. Ik hoop dat ze een hartstikke leuke vakantie hebben. Dat spreekt voor zich. Maar iedere Nederlander doet dit, denk ik, die op vakantie gaat nu. Want nu is middenregio, hè? En Zuid, die komt nu weer terug. Ja. Dus je hebt zo'n wisselweekend. Ja, en mijn zoon heeft hem ook uitgelegd waarom hij mijn auto wilde lenen. Niet omdat er geen elektrische laadpunten zijn onderweg, want allerlei mensen hadden daar toch op gewezen. Hij zei, ja, die zijn er wel, maar daar staan onder de huidige omstandigheden staan er 40 Nederlandse elektrische auto's te wachten. Precies. Om het tank, met als gevolg had toch vorige keer 2,5 uur moeten wachten voordat hij aan de beurt was. Dus dat wou hij niet meer. Nee, want ik denk bij zo'n snellaadstation om hem helemaal vol te krijgen. Ik denk toch dat je een uurtje, anderhalf uur inderdaad. Ja, helemaal vol, zeker. En dan moet wel heel supersnel laden zijn. Wil je daar nou in 20 minuten die bekende 80% tank. En we hebben hier die Fastnet-stationen en daar staan daar. Wat zullen er daar staan? Ik denk dat daar 8 auto's tegelijkertijd kunnen laden. Nou, daar bij Bunnekdijk, dat was het. Daar heb ik namelijk even wat elektriciteit geladen. Dat. Best wel vastnet ding, zo'n geel ding. Ja, het was wel een beetje midden in de nacht, dus het was niet verschrikkelijk druk. Maar het gaat verdomd snel, hoor. Ja, maar als je hem helemaal vol wil hebben. Met de kilometers komen echt tik. Ja, procentueel zie je hem oplopen inderdaad. Komen erbij. Ja, maar goed, je bent toch, want ik heb het ook wel eens gehad, dat je daar staat te wachten, dat je denkt van. Dat zou ik ook. Als je eerst al lang moet wachten voordat je überhaupt bij zo'n ding komt. Ik was in slaap gevallen. Dus ik had hem aangezet. Ik dacht, ja, wat ga je nou doen? Dat was ook midden in de nacht. En toen dacht ik, en op een gegeven moment viel ik in slaap. En toen ik wakker werd, was die wel vol. Nou, dat scheelt. Het was de 3 uur s'nachts. Er stond iets verderop, stond ook gewoon zo'n Tesla. En eerst zat die mevrouw nog een beetje te lezen. Maar toen wij wegreden, zat ze volgens mij ook te pitten. Was gewoon weg. Ze was weggezakt, zal ik maar zeggen. Ja. En dan word je daar om 3 uur s'nachts ijskoud wakker. In je Tesla. Maar dit is natuurlijk wel een beetje een inkijkje in wat we straks als veel meer mensen elektrisch rijden, wat we gaan krijgen. Ja, maar het is natuurlijk maar heel zelden dat je voor benzinetanken moet wachten. Al heb ik wel eens meegemaakt dat van die hele drukke stations langs de vierbaanswegen, dat je toch even moest wachten voordat je aan de beurt was. Mm. Vooral omdat mensen dus hun auto laten staan als ze binnen gaan afrekenen. Als daar ook, dit telt zich al heel snel op. Mm. Je hebt altijd gevonden, zet je auto even weg en ga dan afrekenen. Maar ja, dat doen mensen niet. Nou, er is vaak te weinig plek voor. Maar dat valt wel mee meestal. Maar je weet dat, we zijn langzamerhand, hè, Amerikanen wandelen niet, lopen niet. Maar wij zijn ook hard op weg om dat te gaan realiseren. Om overal de auto voor te pakken? Ja. Oké, ik weet niet of dat zo is. Ik hoor toch ook heel veel mensen die het OV pakken of met de fiets gaan of... Ja, het OV is verder, dat functioneert ook bepaald niet fantastisch in Nederland, naar mijn idee. En de boom, dat heb ik al eerder gezegd, het is allemaal hartstikke lollig als je 31 bent. Of goed te been bent, maar, neem die mevrouw die daar komt lopen met een rollatertje. Je begrijpt zeker wel dat die niet graag met het OV naar uit huis rijdt. Nee, in de bus, ik kan me wel voorstellen als die heel hard optrekt, en wat jij al vaker omschreven. Ja, dat is echt hopeloos. Maar ik vermoed dat er straks minder benzinestations en dieseldingetjes zijn en dat daar ook van die laadpalen gebouwd gaan worden. Nou ja, waarschijnlijk, ja. Nou ja. We hebben ook daar zo'n topbelofte in gekregen dat er na 2030 geen auto's meer met die fossiele brandstof nodig hebben, zullen worden verkocht. Ik geloof er geen kloot van. Ik geloof het echt niet. Sterker nog, ik vermoed dat er, als het al zou gebeuren, een run is in 2029 op natuurlijk autootjes. Ook elektrische auto's zijn nog steeds verhoudingsgewijs duur. Ja. Een doodnormale middenklasse elektrische auto kost meer dan 40 mil. Ja. Maar ik vind toch die Fastnet-stationnetjes. Ik vind, want daar zit volgens mij een van de mensen die daarachter zit, is de zoon van Ruud Lubbers, als ik me niet vergis. Die hebben dat toch goed gezien. Zeker, maar dit station bij Bunnik, waar ik het over had, dat is een Tesla-station. Ja, oké, dus dat is een speciale ding voor Tesla, ja. Dus het ziet er enorm futuristisch uit. Ja. Zou me niet verbazen dat als je klaar bent met tanken, dat ze opstijgen, dan naar Mars vliegen en weer terugkomen. Maar, ze hebben het gered. Ik wens een bon voyage, moet je zeggen. Ik heb geen idee waar ze heen gaan, maar goed.
Vraag van Tiefli is of jij er van de week om 6:30 al kunt zijn. Dat kan. Dat was vorige keer ook zo, toch? Ja, 7:30, begin om 8:00, hè? Oké. Okay. Maar dan willen ze het geluid even testen. Om ja, het geluid. Want ik gek genoeg, keek ik naar een ander optreden in Tivoli. Van hoe heet het? Nou, kan er nu zoals gewoon, ik weet niet, opkomen. Dan was het wel goed. Dan was het geluid wel. Nee, daar werd ook geklaagd dat het... Er was op Twitter zo'n bericht van... Het leek me een hele leuke avond als ik er iets van had verstaan. Zo'n soort bericht, wat wij ook wel eens hebben gehad. Wij zitten toch? Natuurlijk niet in de zaal, dus wij horen het niet. Maar nee. Ze willen het nu even testen om 6:30. Ja, maar het is ook, ik denk ook dat het nog afhankelijk is van hoeveel mensen er in die zaal zitten. Als die zaal leeg is, klinkt die natuurlijk anders dan wanneer er 600 mensen zitten. Ja, ik begreep dat er nog kaarten waren. Oh, nou ja. Volgens mij hangen ze al in die balkonnetjes daar rechts en links. Ja. Nou ja, wat we kunnen doen natuurlijk. Maar ja, dat is wel een beetje onhandig dat we een speciale getuige op een moeilijke plek laten zitten die dan ons dan ook feilloos moet melden. Die kon niet mee. Nou, ik zal het eens even vragen, ja. Dan kunnen we die op het balkon zetten. Oké. Dan kan die roepen zetten harder. Die op het balkon. Ja. Met haar zoon toch? Die wilde een keer mee. Ja, die wou ook mee, ja. Zeker. Dan kan die meekomen. Dan kan de zoon aan de andere kant en zij rechts. Ja, dat zou niet gek zijn. Of ze ook bereid zijn om in feite de helft niet te kunnen horen vanwege de geluidsproblemen, nee, weet ik niet. Maar... Als we testen moet het toch wel goed komen. Ja. Het is een professionele zaal. Dus, Jawel, maar we hebben natuurlijk al allerlei problemen hebben we al gehad. Ja, omdat we nooit testen vooraf. Ik loop even met die dingen, maar ze moeten eigenlijk jou horen, zodat ze het op jouw stem kunnen inleggen. Ja, dan gaan we niet wel afspreken. Ik ben er om 6:30. Ja. En dan gaan we uitgebreid testen. Prima, dat is goed. Om 7:00 gaat de zaal open, begreep ik. Dan al, we beginnen pas om 8:00. Ja, dat weet ik. Ik vind dat ook vroeg. Want ik zei, als we toch om 7:30 zijn, kunnen we toch ook testen? Nee. In de theaters gaat de zaal open een kwartier voordat je begint. Ja, nee, hier niet. Een uur van tevoren. Waarschijnlijk omdat het ongeplaceerd is hier. Ja, dat ze niet met elkaar gaan vechten of zo. Ja, ik heb geen idee. Ik doe dan in die zaal even een terugblik op de Oekraïne. Ja. En daarbij refereer ik ook aan dat boek wat ik eigenlijk... had willen bespreken, maar nog zal bespreken. How the War Was Won. Wil je dat ook meenemen? Omdat dat boek... Nee, want ik heb alles digitaal. Oh, oké. Ja, ik kan mijn laptopje meenemen. Nee, daar hebben we niks aan. Maar kun je het laten zien, dat is wel leuk. Maar als je het niet hebt... How the War Was Won. Ja. Oké. En omdat dat boek in feite gaat over productie. En over het feit dat diegene wint die erin slaagt om de productie van de tegenstander vrijwel compleet uit te schakelen. En dat heeft verschillende... Hij zegt ook van... Je hebt de aanloop naar de productie. Namelijk de aanvoer van grondstoffen enzovoort. Dan heb je de productie zelf. En dan tenslotte moet het artikel... De tank, het vliegtuig... Naar het front gebracht worden. Ja, ja. En je moet zorgen dat je in alle drie de fasen... Van dat productiesysteem... Dat je daar kunt bombarderen. Het is werkelijk frappant... Hoeveel... vliegtuigen verongelukten lang voordat ze ter plekke waren om het luchtgevecht aan te gaan. Of te gaan bombarderen of wat dan ook maar. Dus die Japanners bijvoorbeeld, die dingen die werden dan in Japan gemaakt. Die moesten dan naar zo'n eiland ergens in de stille Zuidzee vliegen. Ik geloof dat de helft nooit aankwam. Dus ja, dat dan onderweg gebeurde. Maar kleine defecten. En ja. Je bent dan natuurlijk, je bent dan heiden overgeleverd. Je kunt niet landen. Dat is wel interessant. Een mooi onderwerp. Ja, dit boek gaat dus over productie. Hij eindigt ook zijn inleiding van... This is not a book about generals and heroic fighting. This is a book about production. Ja, het draait uiteindelijk om... Je ziet nu in de Oekraïne dat ook... Wat je het in het begin natuurlijk nooit hoorde... Maar dat productie een steeds belangrijker aspect blijkt te zijn... Van zo'n oorlog die dan gaat duren. We zullen zien. Daar zal ik het dus kort over hebben. Top. En dan ik zal het niet te lang maken dan mijn intro. Nee, dat doen we een mini-college en dan kunnen daarna mensen vragen stellen. Ja, maar het mini-college was vorige keer geloof ik ook 5 kwartier. Dus ja, of was het een uur, dat ben ik nou vergeten. Maar het was aan de lange kant. Verzeker jezelf dus van die laatste kaartjes voor dinsdag aanstaande. Dat doe je via de link in de show notes. En als je daar niet vindt, kun je altijd even googlen op live podcast Maarten van Rossum, Tivoli Vredenburg. En dan vind je het vanzelf.
Zet hem uit. U heeft nog even de kans. Zet hem uit. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. Veel vrijheid als je ergens in vaste dienst bent is erg belangrijk voor goede prestaties. Er is één iemand die heeft dat goed begrepen en zijn medewerkers zijn niet alleen heel tevreden, maar hij heeft ook nul personeelsverloop. Luister naar de podcast C-Level voor het hele verhaal. De link staat in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.